Hoi en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is dinsdag en dat betekent dat er normaal altijd een weekend Femke online komt. Maar ik was afgelopen weekend super ziek en heb wel gevlogd, maar eigenlijk was er echt vrij weinig aan. Dus ik dacht, het is bijna Valentijn, we gaan lekker cakejes en koekjes bakken. En jullie hebben mij allemaal vragen kunnen stellen op Instagram en dat gaan wij samen beantwoorden. Dus dat gaan we doen. Let's go! Let's go. Eigenlijk hoef je bij deze alleen water uit te voegen. Gaat het allemaal goed of niet? Nee. Ga ik even mixen. Goed op de bodem kijken. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Oké, lepel. Lepel. Oké, dit gaan we allemaal heel praktisch doen. Oh, ik ging ernaast. Oh. Oké, ik ga je alvast even de eerste vraag stellen, ja? Jullie hebben dus allemaal vragen gesteld op Instagram onder een hele leuke foto. En het zijn gewoon normale vragen, maar het zijn ook vragen die gaan over Valentijn en zo. Want dat is natuurlijk bijna Valentijn. Hebben jullie al een Valentijn? Nee. Ik ook niet. Ze zijn allebei best wel saai wat dat betreft. Zijn er mensen die mijn Valentijn mogen zijn? Shawn Mendes? Cameron Dallas? Kom maar door. Heb je hun nummer? Stuur het naar me. Oké. Wat vind je het leukste? Maar ook het stomste aan mij. Aan jou? Ja. Het leukste. Het stomste. Net goed. Het kan soms irritant zijn. En je laat je troep altijd slingeren. En om dit op te ruimen. Je hoeft er maar één ding te zeggen. En gewoon lief. Gewoon een lief zus. Oké, nu ik. Het leukste aan jou vind ik. Dat wij best wel goede vriendinnetjes zijn geworden. Ja. Gewoon, je bent gewoon gezellig. Het stomste vind ik, maar ik weet het niet. Ik weet geen stomme punten voor zulke. Als je iemand mocht kiezen die je ware liefde zou worden, wie zou je dan kiezen? Cameron Dallas, Justin Bieber, Shawn Mendes. Kies ze met alle drie. Een hotte bekende Nederlander. Ik vind, hoe heet die ook weer? Die vind ik heel knap. Hoe heet die ook weer? Die jongen. Ik ga het nu opzoeken. Hij is echt heel knap. Manuel Broekman. Ah ja. Ja, ik vind Manuel Broekman. Een lekker ding. Gaan jullie iets doen met Valentijnsdag? Naar school. Wie is jullie crush? Ja, Zac Efron. Hoe ziet jullie ideale jongen eruit? Dat maakt me niet zoveel uit. Als ze maar lief is. En hij mag ook wel een beetje knap zijn, hoor. En graag sixpack. Ja, is grapje. Ik vind het wel leuk als een jongen wat langer is dan een meisje. Ja. En voor de rest, qua uiterlijk niet echt een voorkeur of zo. Maar ik vind het wel gewoon belangrijk dat een jongen lief is. Ja, oké. Weer door. Leuk wel. Doen jullie veel samen en hebben jullie vaak ruzie? We doen best wel veel samen eigenlijk. We doen eigenlijk alles samen. Zelfs slapen doen we samen. Ja, ik heb zeg maar een eenpersoons bed. En daar zit een laad onder. En als je die uitschuift, dan heb ik nog een bed. Oh, je moet me vasthouden. Maar ook overdag doen we best wel veel dingen samen. Het is eigenlijk altijd wel gezellig. Ik kan me niet herinneren wanneer mijn informatie ruzie ook had. Meestal iets van een meningsverschil of zo. Oké, dit is een vraag van een Belgische kijker. Ik ga het even goed. Zouden jullie eerder op uw laatste dag al de mensen zien die je kent? Of 1 miljoen euro krijgen bij uw geboorte? Wil je de vraag nog een keer horen? Zou op uw laatste dag alle mensen zien die je kent? Of 1 miljoen euro krijgen bij uw geboorte? Nee, dat laatste. Zeker weten. Hoeft niet op mijn broek, hè? Wat is jullie bijnaam voor elkaar? Fem. En Sil. Ik word nooit Femke genoemd. Hebben jullie verkering? Nee. Voelen jullie je meer zusjes of vriendinnen? Gewoon zusjes als vriendinnen. Vriendinnen als, weet ik niet. Hoeveel vriendjes hebben jullie gehad? Nou, ik heb niet echt vriendjes gehad of zo. Ik 10 of 11. Grapje natuurlijk. Grapje. Nee. Alleen een basisschool, maar. Ja, maar dat vind ik niet verkeerd. Dat vind ik niet echt. Dat is niet echt officieel. Zoom me back. Laat me zien. Oké. Allebei niet dus. Wanneer heb je voor het eerst verkeering gehad? Groep 1 of zo. Ja. Ik de groep 4, dus het is niet echt van uitgang. En dat is ook meteen de laatste. Ik ook. Wat zou je doen op je eerste date? Ja, ik heb dus gehoord dat bioscoop echt een no-go is. Echt? Ja, omdat je in het donker zit. Ik denk dat ik dat best wel chill vind. Kijk, je gaat naar de film. En als het gewoon klikt, dan ga je daarna nog even drinken. Onder de film, dan praat je niet echt. Dan weet je toch ook niet meer. Maar dat moet je daarna doen. Kijk, als het ongemakkelijk voelt, dan ga je toch niet daarna nog wel drinken. Daar is over nagedacht. Gewoon uit eten.
Lekker. Lekker ruif. Heb je ooit een Valentijn gehad? Ik heb ooit wel iets gekregen van Valentijn. Ik zou het echt niet weten. Heb je ooit een Valentijnskaart verstuurd? Ook op de basisschool wel. Weet ik ook niet. Jouw leven is echt op zo. Wat zou je ooit nog willen doen? Ik zou nog naar het buitenland willen. Nou, hoe heet dat ook weer? Paragliders zo. Oh ja. Ja, dat zouden we allebei wel graag willen, hè? Dat je zo van een berg afrent en dan zweef je zo met zo'n ding boven. Goed uitgelegd ook. Trouwen of niet? Ja. Ja, zeker. En dan echt zo'n hele grote bruiloft met een mooie witte jurk, hele mooie lange haren en mooie make-up, mooie foto's in een warm land. Jij? Nou, ik zou gewoon hier willen, maar gewoon wel een mooie jurkje. Wat staat er bovenaan je bucketlist? Ik zou vet graag ooit in mijn leven mee willen doen naar een expeditie in de Rotterdam. Ik dan Wie is de Mol? Ik snap Wie is de Mol niet. Nee, omdat je het ook niet kijkt. Moet je kijken. Waarom vind je nou meteen zo aanvallend? Wow. Waar hebben wij discussies over? Nou, gewoon over domme dingen zoals je net hebt gehoord. Nou ja. Heeft Silke een vriendje gehad? Ja, ooit wel. De basisschool. De basisschool. Hoe groot zijn jullie? Ik ben 1,75. Ik 1,65. Dit is te dun hoor. Echt? Ja man. Oh. Hey, jij bent nog niet eens begonnen, vriend. Nou, echt wel, maar jij pakte dat ding van me af. Oké, date, marry, kill. Ronnie Flex, Lil Kleine of Boef? Ik zou Lil Kleine trouwen, Ronnie Flex daten, Boef killen. Nou, eigenlijk heb ik hetzelfde. Wat vind je van uiterlijk het mooiste aan elkaar? Ik vind jouw ogen en je mond heel mooi. Bedankt. Ik vind je haar heel mooi. Dit is zo jammer. Dan nee, zeg ik iets echt uit mijn hart. Ik hou wel van je. Dat was een heel groot stuk. Nee, je buik, want je hebt bijna een sixpack. Dat is zeker waar, hè? Nee, en je ogen vind ik ook mooi. Zeg maar de kleur van je ogen dan. Oh, dankjewel. Kies je zusje of je vriendje. Zusje. Echt? Ja. Oh, ja. Ik wil niet. Nee. Ik zou echt mijn vriendje kiezen. Niet. Echt niet. Nee. Nee. Oké. Nee, ik zou ook voor Silke kiezen. Wie is jullie grootste voorbeeld? Sarah Larsson vind ik heel tof. Dua Lipa vind ik heel goed. En ga zo maar door. Nee, er zijn echt wel heel veel artiesten die ik nu echt top vind hoor, van vrouwen. Gaan jullie iemand verrassen met Valentijn? Nee. Ja. Nou niet. Wij zijn eigenwijs, zoals always. Wat willen jullie later worden? Weet ik niet. Jij weet vrij weinig op zich wel, aan jezelf. Wat ik later wil worden. Nou, ik wil natuurlijk heel graag zangeres blijven. Actrice. Hebben jullie wel eens dezelfde jongen leuk gevonden? Nee. Nee, zegt ze. Nee. Hebben jullie op dit moment een vriendje? Nee. Wat voor werk doen jullie? Nou, ik zing een beetje, doe een beetje wat voor YouTube. Ik pas op. Ik kies mijn hartstikke aardig. Hartstikke aardig. Nee, ik weet het niet. Nee, ik werk natuurlijk in een kapsalon. En nou ja, het zingen en YouTube, dat is natuurlijk gewoon mijn work. Wat is het allerleukste dat jullie samen hebben gedaan? Wintersport. Bijna gaan we weer, hè jongens. Over 2 weken zitten we daar. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wie is jullie favoriete zusje? Nee, ik heb geen favoriete zusje. Ik vind ze allemaal niet leuk. De licht bij jou. Nou, ik heb geen favoriete zusje. Dit is even een diepgaande vraag. Hoe denken jullie over je verdere leven? Hoe ziet je toekomst eruit of zo? Ja. Als ik dat toch kon weten, hoe die eruit ziet, zou zien. Wat vind je van Valentijn? Leuk of hoeft het van jou niet? Ja, ik vind het wel prima. Ik heb alleen niemand. Het is leuk als je iemand hebt. En anders is het Valentijnsdag gewoon een normale dag. Hadden jullie graag ook een broertje gewild? Nou ja, ik had het wel leuk gevonden, maar het is zo ook al goed. Wat wil je naast zingen nog meer bereiken? Ik zou het heel tof vinden om meer met acteren te doen. Als je een jongen was geweest, hoe zou het heten? Sil. En ik, Jesse. Jesse. Dat waren de vragen voor vandaag. Oké, ik ga deze koekjes nog even fixen. Als zij erover zijn, laten we ze hier zien. En dan gaan we ze versieren. We are back. Nu met de koekjes die echt super lekker uitzien. En de cakejes zijn echt perf. En nu gaan we de cakejes en de koekjes versieren. Oké, let's go. Wacht, hier zit chocola in. Chocola. En we moeten snel, anders dan wordt het hard.